Midvliet FM. 1072 1079. Kabel 929. Midvliet.nl. Midvliet FM. Het laatste nieuws van heel dichtbij. Midvliet FM. Straks, zo rond 12:30, dan is dit TV Midvliet en Radio Midvliet. Dan doen we het gezamenlijk. En ik heb nu even de camera aangezet, want ik wil je even mee laten kijken naar de studio hiernaast. Daar is het namelijk hartstikke druk. Dus ik druk eventjes op het knopje en dan kun je kijken door de ruiten heen vanuit de kleine studio naar de grote studio. Daar staat Bas Paardenkoper te oefenen. Nou ja, niet echt te oefenen. Te soundchecken, zo moet ik dat zeggen natuurlijk. En dat betekent dat hij straks na de klok van 12:30 hiernaast mij komt zitten voor een gesprek. En daarna, zo eventjes na ene, gaat hij live optreden. Dus ja, dan gaan we ook camera's in de grote studio activeren. Maar dat doen we natuurlijk pas straks na de klok van 1:00. Peter van der Aar. Peter, waar zitten je fans? Daar! Maar dat vak is leeg, Peter! Kakafonie. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na. Midvliet FM. 1072 1079. Kabel 929. Midvliet.nl. Midvliet FM. Kakafonie met Peter van der Aar. Het is 2 minuten over de klok van 12:30. Bij mij aangeschoven is Bas Paardenkoper uit Stompwijk, samen met de Blue Crew. Ja, Bas, hartelijk welkom. Ja, goeiedag. Jij was 11 jaar en toen dacht je van, ik ga eens gitaar spelen. Zo ongeveer wel, ja. Dat klopt. En kun je uitleggen waarom je dat toen wilde gaan doen? Ja goed, zoals misschien sommige mensen wel weten, ik hoorde natuurlijk een plaat van Jimi Hendrix. En dacht ik van, nou, dat wil ik toch ook wel gaan proberen. Dus ik ben inderdaad begonnen met een akoestische gitaar. Die was volgens mij van mijn zus toen. En het was 2 weken voor mijn verjaardag. En dus 2 weken later kreeg ik van mijn ouders een elektrische gitaar. Ja, en toen is het al eigenlijk nooit meer opgehouden. Ja, precies, ja. Ja. En die Blue Crew om jou heen, die bestaat al een hele tijd. Maar niet in dezezelfde samenstelling. Nee, dat klopt. Volgens mij is het nu sinds 2 jaar, toch? Ja, precies. Kijk. Ik kan vertellen of ze er nog zijn. Ze zijn er nog. Sinds 2 jaar in deze samenstelling. Ja. Wie heeft het ooit bedacht, de Blue Crew? Want iemand die dyslectisch is, die schrijft het zo. Ja, volgens mij, ik kan het niet meer goed herinneren hoe dat toen. Nee, inderdaad, Wouter, jij toch? Ja, dat was gewoon het idee om het eventjes afwijkend te maken. En toen, mensen schrijven het automatisch toch weer goed. Maar het was eigenlijk gewoon de bedoeling om die naam expres fout te zetten. Ja, en je ziet het inderdaad geregeld als blue in blauw geschreven. Ja. Terwijl jullie toch bedacht hebben dat het blue in, als blaas moet zijn. Ja, geblazen. Ja. Ja, oké. Okay. De Blue Crew dus. Bas, al een jaar of 2 in deze samenstelling. Ja. Jullie spelen echt overal het dak eraf, hè? Dat is vaak wel de bedoeling, ja. Als er een dak op zit. Als er een dak op zit, dan proberen we hem eraf te krijgen. Ja. Maar het leuke is dat je ook bijvoorbeeld bij heel veel bekende mensen in het voorprogramma hebt mogen spelen. Ja, dat klopt. Zo zeggen natuurlijk Dana Fuchs, Ian Siegel. Vaak wordt gezegd dat Walter Trout, ik heb alleen maar mee samengespeeld, niet het voorprogramma. Maar 2 keer, natuurlijk 1 keer in Zoetermeer en 1 keer in Den Haag. Ja goed, het gaat de goede kant op. Ja, ja, mensen weten je dus te vinden. Maar ook de grotere artiesten die zeggen van, hey, Bas Paardenkoper, die naam zegt mij wat. Ja, dat gebeurt nu steeds vaker inderdaad, gelukkig. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. En hij is niet duur, dus het scheelt. Wouter, jij hebt ook samen met Bas aan de basis gestaan van de band eigenlijk, hè? Nou ja, ja, we hebben een hoop dingen samen bedacht. En laat ik het dan zo zeggen. Het was meer zo dat op het moment dat ik een jaar of 8 geleden een jam-sessie in Leiden deed. En Bas tegenkwam in Stompwijk, doordat mensen zeiden van, joh, dat is een hele goede gitarist, moet ik een keer vragen. Nou goed, van het een kwam het ander en hij stond op een gegeven moment lekker mee te jammen. En duurde geloof ik een paar weken voordat ik zei van, weet je wat jij moet doen? Niet naar de Kamer van Koophandel, maar begin je eigen band. En dat heeft hij gelukkig gedaan. Ja, en dat was al gelijk de Blue Crew of was dat eerst anders? Nou, het was eigenlijk, jullie waren toen begonnen met Blues Band. Semi-de-band Blues Band. Toen dacht ik van, nou, dat kan een kortere naam. Het werkt misschien iets beter.
Dus en nou goed, aanvankelijk heb ik meegespeeld. Op een gegeven moment kon ik ergens anders aan de bak voor heel veel geld. Dus dat heb ik, toen heb ik even voor het geld gekozen, maar dat heeft niet lang geduurd. En ik zit nu ook alweer een jaar of 5 of zo vast bij de club. Oké. Okay. Bas, stel de band eens even helemaal voor, behalve jezelf. Want jij bent Bas Paardenkoper, dat weten we inmiddels. Wie zit er naast je? Ja, natuurlijk Wouter Hoek, die net gehoord heb en gezien heb. André de Bruin. En dan had jij ook weer Rol van Leven. Dus met z'n vieren. Ja, en jullie zijn dus met z'n vieren Bas Paardenkoper en de Blue Crew. De Bas Paardenkoper blijft er wel los bij, hè? Het is echt jou met een begeleidingsband. Ja, maar zo zien we het zelf niet, hoor. Dus, nou, af en toe. Ja, het ligt er wat je aan. Als je lekker bezig bent, vind ik het prima. Oké. Okay. Nou, we gaan straks even verder praten. Maar jullie hebben net weer een nieuwe cd uit. Althans, redelijk net. Room 111. Ja, die is zelfs in Engeland geweest om daar... Dat klopt, ja. Hij is inderdaad gemasterd bij Abbey Road Studios. Dat is bijzonder. Dus, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Daar zijn we ook wel best wel trots op zelf. Oké. Okay. We gaan luisteren naar titelnummer Room 111. Hier is Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Titelnummer van de laatste verschenen cd van Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Cd is gemasterd daar ver weg in Engeland. Maar waar is die opgenomen? In een studio in Amsterdam. Schenk Studios. En waarom ga je dan naar de Abbey Road? Ja, het is leuk vanwege de naam natuurlijk, maar waarom ga je dan naar Abbey Road om te masteren? Ja, we kregen die mogelijkheid. Dan moet je dat met 5 handen aanpakken natuurlijk. Dus jij dacht gewoon, lekker doen. Nou goed, het mes snijdt natuurlijk aan 2 kanten. Bedoel, Abbey Road is wereldwijd bekend. Dus als je dat kan doen, dan moet je dat zeker niet laten. Ja, je hebt groot gelijk natuurlijk. En die cd daar is net uit, maar het is niet je eerste cd. Want hoeveel heb je er al gemaakt? Nu dan 3. En natuurlijk ja, 4 was het EP'tje in het begin. Eigenlijk een demootje toen. Ja, maar ook die klonk al hartstikke lekker. Ja, het was zeker voor die tijd was het best geinig. Okay. Eventjes naar de 2 mannen die er het laatste bijgekomen zijn. Hoe zijn jullie terechtgekomen bij Bas en zijn crew, Blue? Nou, even ter rectificatie. Ik zit er al vanaf het begin af aan bij. Dus... Oh, sorry. Niet zo op, Nou, ik ben het laatst bijgekomen. Ja, ik kwam Bas een aantal jaren geleden tegen op een verjaardag. Toen sprak ik me eigenlijk voor het eerst. Toen heb ik een keer zien spelen in de Duke in Leiden. Bestaat helaas niet meer. En toen had ik al zoiets van, het lijkt me een gave meetspel eigenlijk. En toen werd ik later een keer gevraagd om in te vallen een paar keer. Dat heb ik gedaan en toen was ook de vraag of ik erbij kon spelen. Maar toen had ik de druk met andere dingen. En een paar jaar later kwam ik eigenlijk Wouter tegen. Die zat er inmiddels bij. En in de kroeg ergens. En ja, toen is het balletje gaan rollen en ben ik erbij gekomen. En dat is 2 jaar geleden. Ja. Ja. En sindsdien ben je een vast lid. Ja, heerlijk. Heerlijke muzikanten, dus ja, het is altijd heerlijk om te spelen. Ja. Je hebt ook meegewerkt aan de laatste cd. Ja. Wat vind je nou lekkerder? Een cd maken of op het podium staan? En, nou, het zijn 2 heel verschillende dingen, maar uiteindelijk is live spelen wel het leukste wat er is. Gewoon de energie op het podium. En weet je wel, dan krijgen we dat al terug bij optredens. Dat je gewoon mensen zien dat wij gewoon met passie staan te spelen. En ik zeg altijd, het mooiste compliment is als je gewoon de zaal stil krijgt op een gegeven moment. Ik vind dat we erg goed zijn in rustige nummers echt goed neerzetten. Dat hoor je ook op de cd. Er staan een paar beelden op, maar die kunnen we echt mooi neerzetten. En live is dat ook zeker het geval. De dynamiek in ons spel is geweldig, vind ik. En dat horen we ook terug bij het publiek. En dat vind ik het mooiste compliment. Maar Bas, je moet er wel heel wat voor reizen. Want je stond gisteravond nog ergens in het kleinste dorpje van Nederland zo ongeveer. Zo ongeveer, ja. Dat kan me net aan hier. Dus als ik niet zo snel ben van begrip, dan komt het daar dus op. Ja, maar is dat niet een vervelende bijkomstigheid dat je naar al die kleine gaten in Nederland moet reizen om je optredens te kunnen doen? Ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het echt geweldig om onderweg te zijn en... En zeker zo ver mogelijk weg. Gewoon het avontuur inderdaad met z'n allen. En, ja.
Okay. En wij hebben het voordeel, als ik eventjes mag aanvullen, dat we al vanaf het begin ervoor gekozen hebben om niet zoals veel andere bands doen met eigen auto's naar één plek te rijden. Gewoon, we hebben één punt waar we ook repeteren. We verzamelen ons daar, stappen in dezelfde bus. Je krijgt gelijk een soort van on-the-road gevoel. En het is heel goed voor de band spirit, zeg maar. Je komt al aan en ben je eigenlijk al direct opgeladen. Je hoeft niet zo van daar aan te komen. Oh, jij hier. Je weet al waar je mee bezig bent. Dus. Oké. Jullie spelen blues. Dat is een muzieksoort die al eeuwen bestaat. Er bestaan ook ongelooflijk veel bluesnummers. Maar je schrijft wel alles zelf. Althans, heel veel. Ja, wij schrijven dat samen, Wouter en ik. Ja. Hoe gaat dat met jullie om die nummers te schrijven? Is goed. Dat fijn dat het goed gaat? Maar laat ik het anders stellen. Op welke manier gaat het? Ja, dat is heel verschillend. Het is, de ene keer heb ik gewoon een compleet idee af met tekst, alles op en eraan. En het gebeurt ook wel eens dat hij dat heeft. Dus hij heeft gewoon echt een nummer zelf geschreven. Of ik heb de muziek. En ik zeg, joh, ik heb geen tekst of ik nog niet af. En hij komt dan een keer met een tekst aan. Ja, dat is verschillende manieren, zeg maar. Ja, maar net zoals bij Lennon en McCartney staan gewoon jullie beide namen erbij. Ja, de laatste platen hebben we daar echt voor gekozen, ja. Ja. Oké. Okay. En hoe is dat voor jullie om de nummers te spelen die je niet zelf bedacht hebt? Wij hebben maar te gehoorzamen. Ja, niks te vertellen. Nee, als hun dan met een nieuw nummer komen, dan gaan we dan natuurlijk even een paar keer repeteren. En meestal hebben wij dan ook een paar ideetjes of zo. En dan gaat dat door de ballotagecommissie. En dan, dan vullen we dat aan. En dan maken we samen een nummer af. Oké, okay, helemaal helder. We gaan nog even terug naar jullie cd. Een nummer getiteld is Angel Walk With Me. Kan je er wat over vertellen? Ik denk dat Wouter daar het meest over kan vertellen. Dat is zijn nummer. Ja, klopt. Ik mocht dit keer ook een ballad zingen op de plaat. Ik heb het. Ik heb heel lang met het idee gelopen. En het gaat over mijn meisje. Het is natuurlijk erger kan bijna niet. Maar het is wel, daar komt het vandaan. En de tekst moet gewoon voor zich spreken. Het is heel moeilijk om daar tekst en uitleg aan te geven. Dan gaan we gewoon naar luisteren. Angel, Walk With Me, Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Angel, Walk With Me, hoorde je van Bas Paardenkoper en de Blue Crew van zijn laatst verschenen cd Room 111. Mensen die cd willen hebben, is die in de winkel te kopen of moeten we naar de website? Nee, naar de website of naar optredens van ons. Want je verkoopt hem ook tijdens de optredens? Zeker weten. Ja. En ook via de website te kopen, dan moet je even zeggen wat de website is natuurlijk. www.baspaardenkoper.com. Simpel. Ja. En Bas Paardenkoper, dan schrijf je koper met dubbel O. Bas Paardenkoper. .com. Daar kan je alles vinden. Ook de informatie over optredens. Hoeveel optredens heb je zo gemiddeld per maand? Veel te weinig. Ja, veel te weinig, ja. Nee, ik denk dat we nu ongeveer 3-4 keer in de maand spelen. Is toch een mooi aantal? Ja, maar goed, we hebben er ook tijden bij gehad dat we gewoon bijna 100 keer per jaar speelden. Ja, dat was wel een wat kleinere circuit natuurlijk, want kroegjes en zo, maar voor mij mag het wel naar die 100 keer toe of meer, hoor. Je wil graag geboekt worden. Zeker weten. Nou, dat kan waarschijnlijk ook wel via diezelfde website. Ook dat is mogelijk. Ja. Baspaardenkoper.com, daar is alle informatie te vinden. Zodat ik ga je live optreden hier in de studio. Ik zou zeggen, laat de schilderijen bij de bovenburen hangen. Ik ben heel handig met hamers en spijkers, dat komt helemaal goed. Wat kunnen we verwachten? Ja, The greatest hits. Ja, precies. The greatest hits, oké. Okay. Nou, best of. De best of van Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Zo dadelijk na ene hier bij Midfleet FM. Zowel via radio als via televisie. Dus ik zeg, als je een tv in de buurt hebt, zet hem even op Ziggo kanaal 41 digitaal. Want daar kun je het allemaal volgen. Nog een klein stukje tot het nieuws van Why a Man Needs a Woman. Bas Paardenkoper, dadelijk live. Nu nog heel even van CD.